Zo, het is 15 december vandaag en ik ga weer de adventkalendervakjes openmaken. Kijk je mee? En vandaag begin ik met de Trixie. Even kijken waar die zit. Hij zit hier zo verstopt. En daar zit weer een zakje met van die kleinere snoepjes in die ze iets minder lekker vinden. Omdat ze zo hard zijn, maar goed, ze zitten erin. Dan heb ik hier zo de slijg. Even kijken waar die zit. Hier zo, ook weer een klein pakje. En daar zit echt weer een inie mini beestje in. En ik denk dat het een cavia is. Kijk. Dan heb ik de Lego. Op zijn kop. En ik heb hem gelijk gevonden. En dan haal ik een soort vogelverschrikker uit. En die ga ik even in elkaar zetten. En dan laat ik het zo meteen zien. Kijk, dit is hem. Heel leuk. Dan gaan we verder met de edelstenen adventkalender. En dan ga ik even op zoek naar het zakje. Ik heb hem gevonden. En er zit een tourmalijn kwarts in. Kijk, echt heel erg mooi. Dan heb ik de Pickwick. Even kijken, hij zit hier van onder. Er zit gewoon een normale Engelse thee in. En dan, wat was jouw mooiste kerst en waarom? Nou, ik heb niet echt één mooiste kerst of zo. Ik geniet altijd wel van kerst, maar het is niet dat er één kerst van al die jaren dat ik kerst heb meegemaakt, dat die eruit springen. Nee. Het is wel zo dat er in de loop der jaren wat mindere sfeer aan kerst is gekomen. Want mijn oma is rond kerst overleden. Dus dat maakt dat er dan wel iets minder is. Maar dat is natuurlijk het tegenovergestelde van moois. Verder weet ik niet. Heb jij daar iets op te zeggen op wat jouw mooiste kerst was? Laat het weten in een reactie hieronder. Dat vind ik leuk. Nou. Dan heb ik nog de Playmobil. Eens even kijken, die zit hier van boven. En daar komt ook weer een zakje uit. En daar zitten ook weer, want gisteren had ik dat mannetje. En nu komt er dus weer een helm uit met handschoentjes. Net als volgens mij bij dag 2. Dus nou ja. Die ga ik aandoen en dan is dat poppetje ook weer aangekleed. Dan heb ik hier zo de Heidi nog. Eens even kijken waar die zit. Hier van onder. Daar haal ik ook best wel een groot zakje uit. En er zit een meisje in zo te zien. En dat meisje dat heeft dan nog iets. Kijk, het meisje heeft een sneeuwbal vast, denk ik. En dan moest ik ook nog de soort, ja, wat zijn het, armbandjes aandoen. Ik vind dat de benaming die het eerst in me opkomt. Dus de fripperies, die heb ik hier zo. En daar komt ook weer een hele mooie kaart uit. Met, ja...
Ik weet niet wat voor poppetjes het zijn, maar ik vind de sfeer van de kaart vind ik wel echt heel mooi. Dit was dag 15 vandaag. Ik hoop dat je het weer leuk vond om mee te kijken. En morgen kom ik weer met een nieuwe video met weer nieuwe vakjes. Ik zie je dan. Doei doei!